Last evening we Gisteravond zijn we erbij belangst gegaan hoe de gezondheidsboodschap in de Adventistische kerk is gekomen. A blessing of God that came to this people. Een zegen van God wat tot deze mensen kwam. Today this Body of are known the world as long en vandaar is het lichaam, dit, dit orgaan van, van, uh, van deze gemeenschap bekend over de hele wereld. En dat kwam doordat er studies zijn gemaakt <coughs> door de uh, adventistische mensen in Noord-Amerika. And so now the scientific community in nutrition. Are at the that we 160 some years past. Dus de wetenschappelijke gemeente die kijkt nu naar de voedings- en uh, gezondheidswetten die ons zijn gegeven zo'n 186 jaar terug. God gaf ons een systeem van gezondheid wat helemaal goed ...overeenkomt met de, de wetenschappelijke wetten van gezondheid. In with God's laws of en in harmonie met de wetten van wetenschap. Maar we gaan kijken naar een systeem van gezondheid en genezing... That is not in with those laws of and ...wat niet in harmonie is met die wetten van, we met, van wetenschap en fysica. But But first today let us look at the objective that we have <coughs> for the meetings of today. Maar laten we eerst eens naar het doel kijken wat we hebben voor de vergadering hier vandaag. The great controversy book tells us about two errors. Het grote conflict dat boek vertelt ons over twee dwalingen. One the immortality of the soul de onsterfelijkheid van de ziel. and the other of Sunday sacredness. De en die van de zondagsheiliging. We're going to be looking more at the Immortality of the soul subject than we gaan meer naar de onsterfelijkheid van de ziel kijken vandaag dan naar de zondagsheiliging. We gaan kijken naar de principes van Satans namaak systeem van heiliging. We weten dat... Spiritualism will join hands with the Christian movement. En we weten dat het spiritisme de handen zullen Begrijpen uh, van uh, de andere beweging, die dus. Van uh, wat movement was dat? Christian movement. Oh, van de christelijke beweging, ja. There is no, zit. no great organization called spiritualism. Er is niet een grote organisatie die het spiritisme heet. But the spiritualism comes deceptive wise, see sneaking into the church. Maar uh, spiritualisme komt op deceptieve wijze heel uh, ja, slangachtig de kerk in. and this has been occurring without people recognizing what's happening. En dit dat wat er and so when spiritualism joins with protestantism, dus als het met and it joins with the catholicism, and the hahnreich this threefold union will bring great problems at the end of time. Zal deze drie eenheid in de eindtijd grote problemen met zich meebrengen? So let us with our of the we gaan dus nu verder met de boodschap van vandaag. You shall have no other gods before you. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. You're all familiar with that verse for sure. Dat kent u vast wel, dat vers. Maar we willen even dieper hierop ingaan, wat dit nou inhoudt. Let's go down to the time that Israel was ready to walk into the promised land. We gaan nu even weer terug naar de tijd waar Israël klaar was om het beloofde land in te trekken. And Moses gathered the people about him and he gave a great discourse. Want Mozes <coughs> riep de vergadering bijeen en hij gaf een hele grote preek. And that discourse is recorded in the book of Deuteronomy. En die preek die staat in het boek Deuteronomium. And as you notice here it says If you obey, there will be great blessings. En u kunt hier dus lezen dat als u uh, gehoorzaam bent, dan zult u grote zegeningen ontvangen. If you do not obey, there will be cursings and disaster. En als u niet gehoorzaam bent, dan zal er een vloek komen and you en rampen. Are, you are not to go after other gods. En u mag geen andere goden nalopen. Let's look at the twelfth chapter. Of now. We gaan nu naar het twaalfde hoofdstuk van Deuteronomium. You can read. Ja, oké. Okay. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt hun goden gediend hebben volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken. En u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. Here is given a description of what they are to do with those worship places that the pagan. Uh, People been following after their pagan gods. Hier wordt een beschrijving gegeven van wat zij wat ze eigenlijk moeten doen met al deze heidenplaatsen waar de mensen hun uh, heidense goden aan baden. A total <laughs> of those een, volle een volledige vernietiging van deze plaatsen. But notice. En let op, zelfs de namen van deze plaatsen moesten worden vernield. There was to be nothing left that would remind them of that type of worship. Er mocht niks in het geheel niks overblijven wat hen zou herinneren aan dat soort uh, aanbidding. That's a very important point. En dat is een heel belangrijk punt. Because today. Want vandaag, de dag. We, we have coming into Christendom. Christian this, Christian that, Christian yoga. Want vandaag de dag uh, is het christendom eigenlijk helemaal vergeven van allerlei christelijke dit, christelijke dat, christelijke yoga. Maar God zegt zelfs de naam mag niet uh, herinnerd worden. En als we dit advies advice and apply it today, moeten we must wat er gebeurt met with the calling Christian. This that. En als we dat advies ter harte nemen, dan kunnen we zien wat er vandaag gebeurt met dat uh, zogenaamde christelijke gedoe. En wat interessant is, als u bijvoorbeeld naar uh, hoofdstuk 13 zou gaan hier in Deuteronomium, daar vertelde Mozes hen dat als je een kleine stad hebt, en je had een lid van die stad die doorging. Go after these other gods. En er zijn leden in die stad die doorgaan met het nalopen van die andere goden. En, would not en zij zouden niet willen bekeren en brouwen. Be dan zou die hele stad eindelijk moeten gestenigd en, en gedood worden. All of their animals. En zelfs al hun dieren. They were to burn the city. En dan moesten ze de stad uh, platbranden. En die stad nooit meer bevolken. God is, rather specific. God is behoorlijk specifiek wat dat aan gaat. And oh, how we tend to bend a little bit his oh, maar, directions. Maar wat zijn we geneigd om zijn uh, aanwijzingen toch maar een beetje naar onze hand te zetten. Now let's go on to Deuteronomy 18. We gaan nu naar Deuteronomium 18. Here Moses got more specific about certain practices that were happening in Canaan. Moses, uh, nog even wat specifieker over bepaalde praktijken die daar in Canaan uh, plaatsvonden. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt of die de doden raadpleegt. Hier... Moses is trying to name all of the very acts that they were doing. Some of them we understand, some we do not. But he was trying to cover entirely their occultic activities. Hier stond Moses eigenlijk al die occulte daden op die zij uh, daar deden. En uh, we weten ze nog niet eens allemaal, maar dit is een beetje zo uh, een, een bijeenraping van wat daar ongeveer gebeurde. You can read the rest there. Ah, okay. Oh, that's uh, the next one. Right. There. 18 is dat correct? 18 You don't have that one? Oh, I'll just continue first with that one and then that one. Okay. Want iedereen die zulke dingen doet is een gruwel voor de heren en vanwege deze gruweldaden verdrijft de heren uw god deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de Heere uw God, want deze volken, die u uit hun bezit verdrijven zult luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere, uw God heeft dat u niet toegestaan. Oké, okay. oh. go gaat do this one too. Oh, that was that one. Oh, that's the one you u. Yeah. Okay. Yeah. Here we have cook talking also about soothsayers, which would be like uh, a mind reader or a palm reader. We hebben het hier ook over waarzeggers, dus dat zouden dan mensen zijn die je palm lezen of die de toekomst voor je voorspellen. Of, of het gebruik van zo'n pendel. God says, no, en daarvan zegt God, nee, dat is niet mijn weg, niet mijn manier van doen. En onlangs hebben we in uh, de Sabbatscholen Daniel uh, bestudeerd. En dat hele land van Babylon was governed by these people in the occult. En dat hele volk van Babylon dat werd eigenlijk geregeerd door die mensen die met occultisme bezig waren. You remember Daniel pointed out to Nebuchadnezzar They were not able to give you the dream. En vergeet niet dat Daniel tegen Nebuchadnezzar zei van ja, maar zij waren niet in staat om jou die droom uit te leggen. Maar de levende God, de scheppende God uit de hemel, die was in staat om mij die droom te geven. That whole of was and by this en dat hele volk daar in Babylon werd door deze activiteit eigenlijk geregeerd en geleefd. Basically, Sun worship, eigenlijk dus zon aanbidding. Nature worship, aanbidding van de natuur. And that's what we will be dealing with as we continue through the day. En dit gaan wij vandaag dus behandelen. We mentioned last night that in 1848 was <coughs> the first message on health. Given to this body of believers. Gisteren hebben we het erover gehad dat in 1848 de eerste gezondheidsboodschap ge gegeven werd om, om de rechterarm te zijn van deze gelovigen. It's a part of the third angel's message. En het is onderdeel van de drie engelenboodschap. And en it's in harmony with God's physical laws. En het is in harmonie met de fysische wetten van God. For many years, science rejected the Vele jaren heeft de wetenschap de gezondheidsboodschap van de Adventisten afgewezen. Maar nu erkennen zij dat het eigenlijk de beste gezondheidsboodschap is die ze ooit gehad hebben. En door de wetenschappelijke wereld wordt het ook erkend. Maar laten we kijken naar the counterfeit, het system dat we praten over. Maar laten we kijken naar het namaaksysteem uh, wat uh, we hierover gaan hebben. Not in with God's laws. Niet in harmonie met Gods wetenschappelijke wetten. Zijn oorsprong komt uit de pantheïstische ja, gedachtegoed. Now to this next point. En luister goed naar het volgende punt. It too is the right arm of the evangelism of neopaganism. Want ook dat is de rechterarm van de tweede boodschap van neopaganisme. And it has been very, very effective. And it is zeer effectief. It has entered even the Adventist Church in a great way. En het is zelfs op grote wijze in de Adventistische kerk binnengekomen. In, a deceptive that have not in een deceptieve manier die niemand heeft herkend. We want to do the way. En wij willen de dingen op natuurlijke wijze doen. En het lijkt alsof dit een natuurlijke methode is. Maar later zullen we de misleiding hiervan ontdekken. Okay. Niet enkelen in dit christelijke tijdperk en christelijke natie nemen hun toevlucht tot boze geesten, in plaats van te vertrouwen op de kracht van de levende God. De moeder, waakzaam bij het ziekbed van haar kind, roept uit: Ik kan niet meer. Is er geen arts die de macht heeft om mijn kind te herstellen? Ze krijgt te horen van de wonderbaarlijke geneeswijzen, die worden uitgevoerd door een heldenziende of magnetische genezer. En ze vertrouwt haar dierbare aan zijn opdracht en legt het zo ver in de handen van Satan alsof hij naast haar stond. In veel gevallen wordt het toekomstige leven van het kind beheerst door een satanische kracht die onmogelijk lijkt te breken. That's a rather important statement. Dat is een een belangrijk statement. Let's look at some Bible verses. En nou gaan we enkele Bijbelverzen erop nahouden. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, diegenen die magische kunsten bedrijven dus, de onterplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. De, de tovenaars die staan buiten de hekken van de stad. Welke staat? Het Nieuwe Jeruzalem. En waarom staan zij daar buiten? Want door hun tovenarijen werden alle naties bedrogen. Nog bekeerden zij zich van hun moorden, nog van hun tovenarij, nog van hun hoererij, nog van hun diefstallen. They would not give up their practices. Zij wilden hun uh, praktijken niet opgeven. Ze hadden allerlei excuses van waarom het goed was om het wel te doen. Maar wat is het eindresultaat daarvan? Tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars zullen hun deel hebben in het meer dat brand van vuur en zwavel, wat de tweede dood is. The second death, that's permanent. De tweede dood, en die is permanent. This is a very important subject we're dealing with. En dit is een heel belangrijk onderwerp waar we mee te maken hebben. It's eternal life versus eternal death. Het is een eeuwig leven tegenover een eeuwige dood. We make fun of it en soms uh, lachen we er wat om. En als de boodschapper ons iets presenteert wat we niet zo leuk vinden... We blame the messenger. Dan geven wij de boodschapper daar de schuld van. Maar wij lezen uit Gods Woord wat het eindresultaat is. Wij gaan nu naar twee grote misleidingen kijken. The first deception at the beginning of the Garden of Eden. De eerste deceptie die begon aan het in het uh, de de hof van Eden. God looked at his creation and he said it's very very good. God keek naar zijn creatie en hij zei dit is zeer zeer goed. What does good mean? En Wat betekent goed? Well I looked in the dictionary. Ik heb het opgezocht in uh, de dikke van Dalen. En hier was een van die definities goed om in harmonie te zijn met de morele orde in het universum. What does it mean <coughs> to be in harmony with the moral order of the universe? En wat betekent dat nou om in harmonie te zijn met de morele orde in het universum? Well, as we understand God's universe was selflessness. Zoals wij het begrijpen, was het universum van God uh, niet uh, egoïstisch. Everything onzelfzuchtig. To else. En alles diende een ander doel. There was no er was geen zelfzuchtigheid. His moral order was that of love, God's love. De morele orde was die van liefde, Gods liefde. Let's look now at the law of the universe. Laten we nu eens kijken naar de wet van het universum. We hebben de liefde van God de Vader die gaat door de Zoon en dan door naar de geschapen wezens. And the created beings return the love to the sun, who in turn returned it to the Father. En die, geschapen wezens, die uh, geven de liefde weer terug via de Zoon en dat gaat dan weer terug naar God de Vader. The great law of the en dat is de grote wet van het universum. But something happened in heaven. Maar er gebeurde wat in de hemel. Een beetje trots en zelfzuchtigheid kwam uh, voort uit Lucifer. En als hij dat gedrag uh, zeg maar tentoonspreidde onder de engelen, and eventually on earth, en uiteindelijk ook op aarde, this law of love, this law of the universe was deze lauw van liefde, deze lauw van het universum, verbroken. Werd deze wet van liefde, deze wet van het universum gebroken? Je kunt zien dat Lucifer wilde dat alles naar hem toe kwam: dat hij gediend werd en dat het niet naar de zoon ging. And he accomplishes this. En hij bereikt dit op een manier waarvan wij soms denken van, god, wij geven onze liefde weer terug aan de zoon. But in we are homage, to him. Maar eigenlijk geven we hem eer, Lucifer. We, find now at the en we zitten nu even in de Hof van Eden. En daar is een boom met de kennis van het goed en kwaad. Then there were that the devil used in his en er waren bepaalde methodes die Satan gebruikte in zijn misleiding. Het eerste wat er aan de hand was, was dat Eva die ging daar waar zij eigenlijk niet had mogen gaan. We call that en wij noemen dat Satan's grond. En hij heeft nu niet zo'n bijzondere boom hier op de aarde. But he has of that are his maar hij heeft wel duizenden plekken die zijn grond zijn, zijn And grondgebied. En we there, we lose our protection from the angels. En als wij ons op zijn grondgebied begeven, dan verliezen wij de bescherming van Gods engelen. And open to deception. En dan staan wij open voor misleiding, deceptie. He used a serpent. Eve had no idea the serpent. Was representing the devil. En hij gebruikte de slang. En Eva die had geen benul van het feit dat die slang gebruikt werd door hem. And she got into conversation with this, this deception. En ze ging in gesprek uh, met deze misleiding. Oh, en de kracht van de duivel is om een heel klein beetje waarheid te mixen met uh, heel veel waarheid. And we say, "Oh, look how much good this has." Maar dan zegt hij, "Kijk dan hoe goed dit is." But there's a little bit of poison in there. Maar er is een heel klein beetje gif in. That causes eternal death. En dat uh, veroorzaakt de eeuwige dood. Remember the lie, "You shall not die?" Herinnert u zich die leugen nog van u zult voorzeker niet sterven?" We heard that a lot. Dat hebben we vaak gehoord. What we haven't paid attention to, maar waar we niet onze aandacht, to, waar niet op hebben gelet. That you will grow into being a god. Is dat je zult opgroeien tot het zijn van een god. Je zult zijn uh, als god. Het is interessant. De New Age beweging vandaag refers to zichzelf als en het is wel interessant dat het New Age-beweging uh, van vandaag. die hebben het over zichzelf als zijnde zeer progressief. En zij verwijzen dus eigenlijk naar, naar, de, naar deze grondlegging. dat zij dus voortgroeien uh, hmm. en zullen zijn als, woord, uh, zijn als God. Read that. <coughs> Hij benaderde Eva niet in de vorm van een engel, maar als een slang, subtiel, sluw en bedriegelijk. Met een stem die uit de slang leek te komen, sprak hij tot haar en zijn gesprek was als de woorden die tegenwoordig wijze en slechte engelen spreken via verschillende instanties. Terwijl Eva luisterde, verdwenen de waarschuwingen die God had gegeven uit haar gedachten. Als Eve listened, de warnings God gave. From her mind. En terwijl zij hiernaar luisterde, vlogen eigenlijk de waarschuwing die God had, had gegeven zo de hoofd uit. And when she talked to Adam, en toen ze met Adam sprak, the same thing to him. gebeurde hetzelfde met hem. They had from their zij waren gescheiden van hun bescherming. Dus als wij ons bezig gaan houden met uh, sommige van die dingen, we lose our dan verliezen wij onze bescherming. And we can't see anything wrong with this. En wij zien niet dat er iets mis mee is. Oh, how deceptive the devil is! Wat is dat een dikke misleiding, zeg? Now let's look at a fact, Sarah. Uh, laten we nu. Uh, oh, that one? I didn't read that one. Oké, okay, goed. Ze gaf toe aan de verleiding en toen zij Adam verleidde, vergat hij ook Gods waarschuwingen. Hij geloofde de woorden van de vijand van God. Dat hoorde er nog bij. Alright. Oké. Now, the devil says God's system, His law, is not quite good enough. It's, it needs fixed. Uh, de duivel die zegt van, nou, die, die wet van God die is eigenlijk net niet goed genoeg, dus dat moet even bijgesteld worden. And God plus Lucifer will be a en hij zegt dat God en Lucifer samen een beter, sy een beter systeem zullen vormen. Good, which is en, uh, goed wat zelfzucht wat uh, is, plus evil which is selfishness. Uh, ik bedoel zelfzucht met goedheid. We'll make a better system. Zal een beter systeem maken. And this symbol you see represents that, that en symbol dat concept. yin-yang teken wat u daar ziet. dat, dat uh, representeert The dat concept. Yin -yang. The yin -yang ja, yin-yang. Dat representeert dat concept. It's an ancient, ancient symbol. Het is een heel oud symbool. We denken het als een cirkel van harmonie. Alles is goed. En wij denken dat het een cirkel van harmonie is. Oeh, alles is goed. But it's the of good and evil to be maar het stelt uh, de, de, de vermenging van goed en kwaad samen als zijnde superieur. En dit is onderdeel van eigenlijk de, het fundament van Satans uh, misleiding. Op de cross van Calvary, <coughs> love, God's liefde. Love, aan het kruis van Golgotha stonden liefde en egoïsme tegenover elkaar. De Zoon van God die zijn leven gaf voor het mensdom. Terwijl hij aan het kruis hing. Kwam hij oog in oog te staan met Lucifer en zijn egoïsme. Let's look at ancient Babylon. We gaan naar het oude Babylon kijken. Years Duizend jaar nog voor Nebuchadnezzar. Het werd de wieg van de oosterse beschaving en de wieg van heidense godsdiensten. Pagan is en heidense godsdiensten is eigenlijk natuuraanbidding. Uh, en Satan's false theology is as we see here. En hier zien wij dus Satans valse theologie. Dat de all <coughs> the 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 mens alle, bezit, alle kennis bezit en wijsheid van het universum. We only need, how, need to learn how to get it out. En wij hoeven alleen maar te leren hoe we dat uh, eruit krijgen, hoe we dat moeten ontwikkelen. Oh. And that fruit from that first tree was the supplement That would help get it out. En het fruit van de boom in de tuin was de eerste methode die Satan aanbood om het volledige potentieel van de mens en zijn goddelijkheid tot stand te brengen. Dat En dat de mens goddelijkheid in zichzelf bezat. And partaking of the fruit would help bring that divinity out. En door deel te nemen aan die vrucht zou die goddelijkheid naar buiten komen. Now paganism is a counterfeit of God's plan of salvation. En uh, het, 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 het heidendom is eigenlijk een uh, namaak van het plan van Gods verlossing. It is a religion itself. Het <laughs> It is een religie op zichzelf. A false plan of salvation. En eigenlijk een uh, een, een vals plan It, it's verlossingsplan. It's if you blend good and evil together, you have a better system. En het zegt dat als je goed en kwaad samen mixt, dan krijg je een beter systeem. And down through the things that we are going to be exposing Today, en gedurende dag gaan wij deze dingen ontdekken. Has to do with En veel daarvan heeft te doen met uh, het balanceren van van krachten. Imaginary forces. Uh, denkbeeldige krachten. And the many methods of health and healing from the occultic. Is balancing forces. En dat vele methoden van genezing eigenlijk uh, occulte manieren zijn en dat dat uh, balancerende krachten zijn. En if you get them balanced just right, you have immortality. En dat als je het precies goed uitbalanceert, dan krijg je dus uh, balancing, onsterfelijkheid. Balancing good and evil gives immortality. Goed en kwaad balanceren geeft uh, onsterfelijkheid. En om dit te bereiken zijn er veel fysieke uh, praktijken ontwikkeld om dit te bereiken. En dat zou dan dat goed en dat kwaad bij elkaar moeten brengen om, om jou die goddelijke toestand te doen verkrijgen. En dat is de basis theologie van de the New Age-movement die overal om ons heen zit. Now called progressives. En dat noemen ze progressieven. Let us look at the Bible comments. We gaan nu naar Bijbelcommentaar kijken. Go ahead and read <coughs> Laat u niet misleiden. Vers 4. Pas op dat niemand u misleidt. Vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. En vers 11. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. Vers 23 zegt: Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet. Toen Jezus met zijn discipelen op de Olijfbergen stond en naar Relu uh, neerkeek op Jeruzalem. Zeiden de discipelen: van, uh, vertel ons, wat is het teken van het einde van de wereld? And Jesus answered back, en Jezus antwoordde. Watch out, you're going to be deceived. Kijk uit dat je niet misleid wordt. He repeated it. And hij herhaalde dit. Deception. Misleiding. But when it kind of comes into our church, we, we don't are not careful enough to decide: is this a deception? Maar als het dan in de kerk binnensuipt, dan zijn we niet voorzichtig genoeg met determineren of het nou misleiding is of niet. Okay. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. We hebben <coughs> net uh, de misleiding gaan bekijken aan het begin van de tijd. En dat zet eigenlijk de uh, weg open voor de deceptie in de geschiedenis voor uh, de rest van de wereld. En aan het einde van de tijd zal het veel meer uitgebreid zijn en nog veel misleidender. Go ahead. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Hier zijn geesten van demonen erop uitgetrokken om de, om de wereld te misleiden. Waarom gaan ze out? To bring together all of the nations. And waarom zijn ze dit aan het doen om alle naties bij elkaar te brengen? That's where we are right now. And that is waar we nu zijn. Think about it. Denk er we goed over are na. Daar zitten wij nu op dat punt. Because this deception, spiritualistic deception, is worldwide. Omdat deze spirituele misleiding wereldwijd is. And it's being used by the Christian community to come together. En het wordt door de christelijke gemeenschap gebruikt om samen te komen. joining with Protestantism, is happening even in our own ranks. En dat spiritisme wat samengaat met het Christendom, dat gebeurt zelfs in onze eigen gelederen. Not because people intend to. En niet omdat mensen de bedoeling hebben dat ze But dat willen. de the devil's deception at the end of time is so so perfected that it's extremely difficult. To maar de misleiding van de duivel in de eindtijd is zo geperfectioneerd dat het ontzettend moeilijk is om deze te detecteren. Now I'm of being en vaak word ik ervan beschuldigd dat ik, ik excentriek ben of fanatiek. En mensen kunnen eigenlijk niet bijblijven met mij met, over de feiten. Dus so de messenger is een oddball. Dus de, de, eigenlijk geven ze de boodschapper. ja, Dat is dan uh, een beetje een mafketel. Dus voelen ze zich beter als, ik, als ze mij niet hoeven te geloven. But you know, I was there once maar ik, ik heb daar ook ooit gestaan. The first time I read something that a doctor and a minister had written on this, I said, they're eccentric. De eerste keer dat er ooit een dokter en, 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 en een voorganger hier iets over geschreven hebben, heb ik ook gezegd: van oh ja, maar die zijn wat excentriek, die lui. Right. Maar ze hadden wel gelijk. This we to you, Dit, uh, boodsch deze boodschap die wij nu aan u geven, I the most daarvan heb ik de meeste complimenten gekregen voor de informatie. Voor de informatie van mensen die daar heel diep in hebben gezeten en die er toch weer uitgekomen zijn. The I share with you en de informatie die ik nu met u deel has been by of that were deep into the is door mensen uh, goed uh, ingekeken en doorgenomen die er heel diep in hebben gezeten in occulte and activiteiten. They tell me you are correct. En zij zeggen, je zit helemaal goed, ga vooral zo door. Now, just before that sixth plague in Revelation, and vlak voor die zesde plaag van de openbaring, which is the great battle of Armageddon, die grote van Armageddon is, that which brings people together, dat wat mense bijeen brengt, the great numbers of people. En dan de kleine groep hier. De grote mensenmassa en dan het kleine groepje aan de andere kant. The small group over here that keep the commandments of and the of Dat kleine overblijfsel wat de geboden van God houdt en het getuigenis van God heeft. This grote has been occurred because de the activiteit van deze these demons. En deze grote vergadering is, uh, heeft kunnen plaatsvinden vanwege deze occulte activiteit van deze demonische geesten. En deze spiritualistische activiteiten zijn eigenlijk in heel Noord-Amerika en de wereld ingeslopen. And they work en zij werken uh, wonderen. Zij doen wonderen. Geestelijke wonderen doen. No. If, if you see that gets well from a Als jij ziet dat iemand beter wordt van een bepaalde behandeling, does that prove it's from God? Uh, bewijst dan dat dat van God komt. If we the of Als wij aannemen dat wij beter worden van iets wat niet van God komt, dan hebben wij geen bescherming. The devil can do miracles. En de duivel die kan ook wonderen doen. And in Evaluating we als wij dit evalueren, dan nemen wij dat nooit mee in onze evaluatie om te kijken of deze mensen echt wel van God genezen zijn. We're told <coughs> that we have to use the scriptures for every miracle, every statement, to them by the scriptures. Ons is gezegd dat wij uh, de schriften erbij moeten pakken om te analyseren of iets van God komt of niet. Now spiritualism comes en spiritisme komt in hele vreemde vormen. Oh, Oké, okay. <coughs> de leer van het spiritisme. De mens is een wezen van progressie naar goddelijkheid. Elke geest beoordeelt zichzelf. Het oordeel zal juist zijn het oordeel over zichzelf. De troon bevindt zich in zichzelf. Het zijn allemaal niet gevallen halfgoden. Goddelijkheid binnenin. Ontkent Goddelijkheid van Christus. Ontkent Goddelijke oorsprong, Bijbel. Elk rechtvaardig en perfect wezen is Christus. Het leven gaat verder na de dood van het lichaam. Reïncarnatie, mogelijke communicatie met de overledene. In tongen praten, ware kennis plaatst de mens boven de wet en God veroordeelt niet. Deze all allemaal uit het 34e chapter van het boek. Great Komt allemaal uit het 34e hoofdstuk van uh, het grote conflict. We Wij denken altijd dat spiritualisme iets is uh, van oh, we zitten in een donkere kamer uh, en met allemaal spinnenwebben om ons heen. But it may appear in shining armor. Maar het kan ons ook verschijnen als uh, een, helder, uh, een heldere, toestand, and heel prachtig. The whole world is being conditioned to accept it. En de hele wereld wordt geconditioneerd om dit aan te nemen. Oh, Oké, okay. spiritualistische conditionering door massamedia, onderwijs, channeling, door de bioscoop, games, comics, environmental. Dat is dus uh, de omstandigheden om je heen. Gezondheid en genezing. And we're talking in this seminar about the health and healing. En in dit seminar hebben we het over gezondheid en genezing. En dat is een van de meest prominente methoden. There is a book called The Aquarian Conspiracy. There is een boek en dat heet die Aquarian uh, samenzwering. And that is the handbook for the New Age movement. En dat is het handboek voor de New Age movement. And it tells us that these health and healing measures are the best method to bring people into their movement. En dat boek vertelt ons dat de beste methoden om te genezen, die zijn, die zijn dat boek naar voren brengen. Ah, I didn't realize. There is the book. Daar is het boek. And this book is written in 1980. En dat boek is in 1980 geschreven. And it projected as to the objective of these people teaching these things. En het, pro het projecteert eindelijk het doel wat, wat deze mensen beoogden. And it has come to pass like it was en het uh, is eindelijk aangenomen alsof het een profetie van God was die uh, kwam. En die, uh, die die, die spretsel die je daar ziet, dat representeert 666. Dat is een heel oud uh, symbool voor de heidense yeah, drie-eenheid. Alright, see, is that where is that? Is that my Bible there? No. No, no there's no Bible here. I had a Bible I don't know where I put it, but I had a Bible that had that symbol on it. Ik heb een Bible, ik had een Bible waar dat symbool The first productions, it was the new English, uh, King the new King James of the English. Version. De eerste uitgave van de nieuwe King James But uh, now, Bijbel. Now taken the off. Maar nu hebben ze dat symbool eraf gehaald. But it was originally put onto that Bible. Wat ze origineel uh, van oorsprong op die Bijbel hadden gezet. En dit boek vertelt ons dat er honderden manieren zijn die that lead dat concept van het of van het goede met het evil. En dat boek vertelt ons dat er honderden wegen zijn om te komen tot uh, het mixen van goed met kwaad. All types of activities. Allerlei wijzen van uh, activiteiten. You can read this one. Naarmate het Spiritisme het gangbare christendom van vandaag nauwer imiteert, heeft het een grotere macht om te misleiden en te verstrikken. Door middel van het spiritisme zullen wonderen worden verricht, zullen de zieken worden genezen en zullen vele onmiskenbare wonderen worden verricht. En omdat de geesten geloof in de Bijbel zullen beleiden en respect zullen tonen voor de instellingen van de kerk, zal hun werk worden aanvaard als een manifestatie van goddelijke macht. Valse opwekking Paulus wijst in zijn tweede brief aan de Thessalonicensen op, op de speciale werking van Satan in het spiritisme als een gebeurtenis die onmiddellijk voor de tweede komst van Christus zou plaatsvinden. Over de wederkomst van Christus gesproken verklaart hij dat het is na de, na de werking van Satan met alle macht en leugenachtige wonderen. Geesten als kikvorsen, dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Behalve degenen die worden bewaard door de kracht van God door geloof in Zijn woord, zal de hele wereld in de gelederen van deze misleiding worden weggevaagd. Mensen worden snel in slaap gesust tot een fatale zekerheid, om alleen te worden gewekt door de uitstorting van de toren van God. In de laatste dagen zullen er veel misleidingen zijn die ons zullen misleiden. En de duivel zal uh, zo deceptief zijn dat de enige manier zijn om dit te detecteren is via de Schriften. Niet als ik uh, beter word en niet omdat ik me beter voel. But we test it by the scriptures. Maar wij toetsen het aan de schriften. Hoe toets je acupunctuur uh, middels de schriften? Or yoga. Of yoga? Hoe doe je dat? We kijken naar de origin. We kijken naar de geschiedenis. We kijken. We kijken naar de oorsprong, naar de geschiedenis. Wie heeft er gebruik van gemaakt? Oh ja, maar ik kan dat van elkaar scheiden en dan haal ik alleen maar het goede eruit. Wrong. Echt niet. You cannot separate it. Dat kan niet. Je kunt het niet scheiden. I have a book that I've authored. Ik heb een boek dat ik uitgegeven heb, en in dit boek heb ik een appendix. En in de boek daar heb ik een appendix aan toegevoegd. This appendix is a report from the general conference. Uh, biblical Research Committee. En deze appendix is een, een verslag van eh uh, van uh, uh, de laatste generale conferentie die daarover gehad heeft. And the report came out in 1987. En het verslag kwam uit in 1979. And this committee dealt with this very subject. En deze committee die ging over dat speciale onderwerp. Can I take the good out and use the good and not be affected by the Pagan history, the pagan doctrine. Kan ik het goede eruit halen om dat te gebruiken zonder dat ik beïnvloed word door het slechte wat erin zit, door de wat uh, dus, uh, geloof erin heeft gestopt? No. En hun conclusie is nee. Once it has been a part of that religion, there is influence always with it. Als het eenmaal uh, onderdeel is geweest van die religie, dan wordt, staat er altijd uh, onder invloed van die But religie. Maar het is een heel groot probleem bin, binnen onze kerk, doordat, dat mensen denken, van ik kan het goede eruit halen. But once we start to use the dev methods, maar als we eenmaal de duivels methode gaan gebruiken, or, or even use of, his methods, of zelfs maar de namen gebruiken van zijn methoden, we hebben onze wil dan geven wij onze wil aan de duivel, Not meaning to. zonder dat het de bedoeling is. Maar de tijd zegt ons ook dat als er moeilijke tijden komen, dan zullen die mensen dus met de grote massa meegaan. Our time has run short, and so I'm going to need to skip through some that I had here at the end. I will just read first. The sciences of phrenology, psychology and mesmerism which is hypnotism are the methods by which Satan worked in the 18 and 1900s. De wetenschappen van phrenologie, dus eh uh, vond de skull de psychologie en het mesmerisme waren een kanaal geweest waardoor Satan aan het einde van de 19e eeuw en begin 1900 werkte. But the power that he worked through then is working through different names and different actions now. Maar de kracht die toen aanwezig was, die werkt nu nog steeds in verschillende vormen. But it's the same power. Maar het is dezelfde misleidende kracht. Chronologie was, feeling the skull and putting a. A helmet on that made pressures that would correct your personality and so forth. was een wetenschap waarbij ze aan je schedel zaten te frunniken en met een kap op, en dan konden ze zo je persoonlijkheid veranderen. And psychology teaches self, rather than others, it teaches self. En psychologie leert over zelf, niet over anderen, maar over het zelf, het eigen ik. And Carl en Carl Jung was een grote spiritist. He had a spirit guide Hij had een spiritistische that helped gids. En die hielp hem om zijn kennis te vergaren en om uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn psychologie te, te onderwijzen. And this represents mesmerism or hypnotism. En dit stelt dan mesmerisme voor, hypnotisme. Except those who are kept by the power of God through faith in his word the whole world will be swept into the ranks of this delusion. Do you have that? One? No, I don't have going going. Mm -hmm. ah, behalve degenen die zich houden aan de kracht van God mm, door geloof in zijn woord zal de hele wereld uh, Geveegd worden in de rijen van uh, deceptie, delusie. We, come to the end of this We zijn nu aan het einde van deze lezing. But I want to challenge everyone here. Maar ik wil u in ieder van u hier uitdagen. You may hear that what you have Misschien hebt u iets gehoord wat uh, niet helemaal naar uw zin was. Ik heb 45 jaar lang hier uh, in kunnen studeren en dat heeft ook mijn mening veranderd over hoe ik daar vroeger over dacht. You have only had a few minutes to think about this. En u heeft, u heeft eindelijk maar een paar minuten de tijd gehad om hierover na te denken. So it's hard for me to. Het is uh, moeilijk om voor mij om te denken dat u hier net zo weg zult gaan als ik, gelovend hetzelfde wat ik geloof. Maar ik daag u uit om na te denken over wat ik u heb gepresenteerd. Not niet te besluiten dat de messenger fanatisch was. Fanatical. En uh, niet beslissend dat uh, de boodschappenjongen zo fanatiek was. Soon be gone. That hurt me. Ik zal toch gauw weggaan, en dan uh, deed het mij niet meer. But you know the truth. Maar u wilt toch de waarheid weten? Be open to gives consideration. Uh, wees open, sta er open voor. And het een, denk erover na. In, our, in our next service we foundation En in de volgende lezingen gaan we het echt hebben over de fundamentele basis van hoe dat uit het uh, heidendom zou is gekomen. And this time, I'm going to you to stand, Gaat u alstublieft nu staan? And we're going to have a closing prayer. En dan gaan we nu nog wel een afsluitingsgebed doen. Our Father in heaven. Onze Vader in de hemel. We hebben wel aardig belangrijke onderwerpen behandeld vandaag. U heeft ons gewaarschuwd, Heer, van wat we kunnen verwachten in de eindtijd. Daar zitten we nu in en die misleidingen zijn er ook. Wij zoeken uw aanwezigheid door de Heilige Geest. Keep us from being deceived. Uh, behoed ons voor misleiding. En dat wij op de schriften mogen vertrouwen en op de kracht van God om gered te worden. We zijn zo dankbaar voor uw waarschuwingen, Heer. Het is onze keuze om onze beslissingen om eeuwig leven te hebben door Jezus Christus. En wij zien dat sommige van deze misleidingen ons kunnen scheiden van het eeuwige leven. Geef ons alsjeblieft de kracht en de wil om te veranderen waar dat nodig is. En te The scriptures for our guide. En op, uh, op de vertrouwen op de schriften als gids. This we ask in the name of Jesus. En dit vragen wij in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.